Hi, in deze video wil ik je graag wat meegeven over wat intuïtieve coaching is. Wat een sessie inhoudt en wat het voor jou kan betekenen. Ik heb namelijk gemerkt dat niet heel veel mensen nog bekend zijn met intuïtieve coaching. En dat is op zich ook niet zo heel raar. Ik heb de opleiding in Australië gevolgd. Het is een 9 maanden durende opleiding. En niet heel veel mensen hebben hiervoor een diploma gehaald. Hè? Er zijn momenteel nog maar 250 mensen over de hele wereld die gecertificeerd zijn als intuïtief life coach, zoals het officieel heet. Dus vandaar ook deze video om jou even wat meer inzicht en kennis te geven over wat een intuïtief coach precies doet, hoe een sessie eruit ziet en wat het voor jou kan betekenen. Ik denk dat dat wel heel fijn is om even mee te krijgen. Eerst zal ik even vertellen waarom ik deze opleiding gevolgd heb. Ik heb hiervoor zelf meerdere intuïtief life coach sessies gedaan. En elke keer als ik een sessie heb gehad, was gewoon mijn probleem of de uitdaging waar ik voor stond, was weg. Gewoon binnen 1 sessie van 1.5 uur. Zonder dat ik zelf heel veel moest toelichten over wat er allemaal gebeurd was, waar ik tegenaan liep. Weet je, degene die mij coachte, die had gewoon pling, die had het. En die wist het voor mij op te lossen. En daarna had ik er ook gewoon echt gewoon geen last meer van. En ik vond dat zo'n, en ik vind het nog steeds, zo'n bijzondere manier van coaching. Zo effectief en zo efficiënt, weet je. Waar je normaal gesproken bij een psycholoog of een andere life coach 4 sessies nodig hebt om tot je doel te komen. En waar je ook echt je verhaal moet vertellen en samen mag gaan kijken hoe je dingen kunt veranderen. Is dit gewoon instant plonk na 1 sessie. Misschien 2 sessies, misschien 3 sessies. Heel afhankelijk van hoe diep je probleem is. Maar vaak met 1 sessie kom je al zoveel stappen vooruit. Een traject is natuurlijk ook mogelijk. Dan kun je gaan kijken naar meerdere kanten. Dus dan kan je 2 of 3 sessies in gaan boeken. Maar in principe met 1 sessie loop je al zoveel vooruit op andere coachingsvormen. Dat ik dacht, wauw. Dit wil ik ook. En dit ga ik ook doen. Vertel mij waar die opleiding te doen is. En ik schrijf me in en ik ga het doen. Dus dat heb ik gedaan. Ik heb de opleiding gevolgd. En ik heb inmiddels mijn diploma ook gehaald. Mijn certificaat. En ik mag officieel mezelf nu intuïtief life coach noemen. En ik ben gewoon super enthousiast om jullie ook te gaan helpen. Om jou te gaan helpen. Hetzelfde resultaat te krijgen met maar 1 sessie. Het is echt fantastisch. Een intuïtief life coach sessie, ik zal het gewoon intuïtieve coaching noemen, want dat vind ik veel prettiger. Die kan over meerdere dingen gaan. Het kan gaan over iets waar je constant tegenaan loopt, over eigenschappen waar je niet blij mee bent, over je werk, over je carrière, over je loopbaan, maar ook over je relaties of dingen in je gezin waar je tegenaan loopt of jouw gezondheid kun je daar ook mee bespreken. En ook de richting die je op wil. Stel je zit even vast en je weet niet meer hoe jij de toekomst in wil gaan, dan is dit ook zeker een effectieve manier van coaching. En elke sessie die je hebt, je zal gewoon echt merken dat je met sprongen vooruit gaat. En dat je ontzettend veel nieuwe kennis en ervaring opdoet. En dat de blokkades of de belemmerende overtuigingen die je had over het onderwerp waarvoor je bij mij komt, dat die gewoon weg zijn. En dat je daar geen last meer van hebt. En dat die drempel die je eerst voelt of de weerstand die je eerst voelde, die is gewoon weg. Die is gewoon weg na 1 sessie. Tijdens een sessie gaan we echt werken aan de transformatie van hetgeen waar jij mee zit. Zodat je na de sessie van 1.5 uur ongeveer daar geen last meer van hebt. Jij hoeft niet helemaal je hele levensverhaal op tafel te leggen. Ik heb een manier geleerd waarbij ik gewoon echt intuïtief kan aanvoelen wat het probleem is en wat de oplossing ook voor jou kan zijn. En natuurlijk ga ik je wel vragen tussendoor stellen. Hè? Natuurlijk vraag ik je ook wel of je er wat mee kunt of dat je er wat aan hebt. Want anders moeten we gewoon even verder kijken of het meer uitdiepen. Dat kan in sommige gevallen ook het geval zijn. En doordat ik die vaardigheid van de intuïtie zo ontzettend sterk ontwikkeld heb, is het gewoon heel makkelijk om jou te coachen op een manier waarop jij er echt totaal geen effort in hoeft te stoppen.
Dus de bronoorzaak van het probleem waar jij mee worstelt, die haal ik voor je weg. De belemmerende overtuigingen die er achter jouw probleem zitten, die haal ik voor jou weg. En het kan soms zijn dat dit echt al overtuigingen zijn die jij in jouw jeugd hebt opgedaan. Hè? Bijvoorbeeld dat je niet goed genoeg bent of dat je het niet waard bent of dat andere mensen beter zijn dan jij. En daardoor kan het zijn dat jij een beperkende overtuiging opbouwt, waar je telkens tegenaan loopt, telkens in jouw leven, dat jou blijft blokkeren. En ik haal dat voor jou weg. Ik zorg dat je daar geen last meer van hebt, zodat je gewoon echt het leven van jouw dromen kan leven. En de sessies die we doen, die zijn vertrouwelijk. Dus alles wat je mij vertelt en alles waar je mee bij mij komt. Dat blijft tussen ons. Dat ga ik niet aan de grote klok hangen. He, misschien dat ik je een review vraag, maar daarin kun je echt gewoon vertellen wat jij zelf wil. En ik zal je nooit verplichten om dingen te schrijven die of niet waar zijn of waar jij je niet prettig bij voelt. De gesprekken die neem ik ook niet op. Ik ga het niet met anderen delen. Het is echt tussen jou en mij. En wanneer we een sessie doen, kan dat gewoon via huis. Dat doen we via de app Zoom. Ik denk dat iedereen die app wel kent inmiddels door de coronamaatregelen die genomen zijn en het thuiswerken. Maar die gebruik ik dus ook. Dus vaak heb je die al geïnstalleerd en anders kan je hem gewoon in je browser gebruiken. Je krijgt van mij een link naar het boeken van de afspraak en daar kun je gewoon thuis in je vertrouwde omgeving op inloggen. Dus je hoeft niet helemaal naar mij toe te komen. Dat is helemaal nergens voor nodig. We kunnen dat heel goed online doen en vanuit onze eigen omgeving alle twee. Je mag je camera daarbij aanzetten, het hoeft niet, het is net wat jij prettig vindt. En tijdens het gesprek geef je aan wat jouw coachingsvraag is, of wat jouw hulpvraag is, wat jouw uitdaging is, waar je tegenaan loopt. En samen duiken we dan in jouw probleem en lossen we deze ook op. En ik zal je aan het eind van de sessie waarschijnlijk ook een stukje huiswerk meegeven, waarbij je echt zelf aan de slag kan gaan met het verder ontwikkelen van de nieuwe jij, van de nieuwe eigenschap of gewoonte of de nieuwe levensweg die je in mag slaan, zodat je gewoon echt geen last meer hebt van de drempels en de weerstand, blokkades waar je eerder tegenaan liep. Na de sessie krijg je ook nog een week de gelegenheid om alles via Facebook Messenger ook nog een keer aan me te vragen. Hè? Bijvoorbeeld als je huiswerk aan het doen bent en je hebt er vragen over of ik heb wat gezegd en het ging allemaal redelijk snel en je dacht, ik weet het niet meer zo goed, ik moet het even aan Linda vragen. Dan kun je dat gewoon in een week daarna kun je dat nog via Facebook Messenger doen. En dan zal ik gewoon meteen bij je reageren, zodat jij daar ook weer mee verder kan. En wat kan ik verder nog toevoegen? Ik denk eigenlijk niet zoveel. Ik ben in ieder geval super enthousiast om jou te mogen helpen. Ik hoop dat deze video jou wat meer inzicht heeft gegeven in wat een intuïtief coaching sessie precies is en waar ik jou mee kan helpen. Mocht je vragen hebben, mocht je opmerkingen hebben, mocht je denken, is mijn vraag wel goed genoeg? Je kunt via mijn website een gratis sessie inplannen waarbij we even in een kwartiertje tijd gaan kijken, wat is jouw hulpvraag, kan ik jou daarbij helpen en hoe gaan we dat dan doen? Hoe gaan we dat vormgeven? Dus plan dat vooral in. Het is gewoon helemaal gratis, kan ook vanuit huis, kan ook via Zoom. Dus ik help jou graag, ik sta jou graag te woord. Mocht je vragen hebben, stuur me een berichtje, ik help je graag.